Ik ben Johan, psychomotorisch therapeut voor Sen Coaching en in samenwerking met PT1 geven wij trainingen voor zorgorganisaties. Onze trainingen zijn heel actief. Je gaat vooral veel doen. Je gaat leren door te ervaren. En vanuit die ervaring kun je reflecteren. Oké, wat gaat er goed, wat gaat er minder goed? Wat er minder goed gaat, kunnen we misschien ombuigen naar ander gedrag, andere strategie. En daar gaan we weer mee experimenteren met nieuw gedrag. En zo kom je weer op een nieuwe ervaring. Wat waardevol is van onze training is dat het echt gaat om jullie als team en wat er bij jullie op dit moment speelt. En daar gaan we eigenlijk op in. En het is niet een vast plan wat we nalopen, maar we kijken naar wat is er belangrijk voor jullie op dit moment. Mijn naam is Bas Steenbeek. Ik ben nu 3 jaar werkzaam bij de Amenpoort als begeleider op een woongroep. Ja, deze workshop heeft zeker gebracht wat we als team voor ogen hadden. We vinden samenwerking belangrijk, het stellen van eigen grenzen, visie. En deze punten zijn zeker in de workshop naar voren gekomen. Door middel van oefeningen die we moesten doen, waarmee je eigen grenzen aan moet geven, waarin samenwerking belangrijk is en een bepaalde visie. Wat ik verrassend vond om achter te komen is dat hoe belangrijk het is om grenzen aan te geven onderling aan je collega's. Onbewust ga je er toch vaak vanuit dat dingen vanzelfsprekend zijn, ook in bepaalde samenwerkingen. Maar het is erg belangrijk om duidelijk je grenzen aan te geven en goede samenwerkingen aan te gaan met je collega's. Ik vond de begeleiding zeer professioneel. De begeleider was op een goede manier aanwezig, zonder zichzelf heel erg op de voorgrond te stellen. Kon hij goed zijn eigen positie innemen en liet hij het team ook erg goed nadenken over bepaalde punten. Voor mij heeft het benadrukt dat wij als team zeker op de goede weg zijn en dat het belangrijk is om eerder genoemde punten zoals samenwerking, grenzen aangeven, visie, om die goed in het oog te houden en elkaar daarin te blijven steunen.